Hi, welkom. In deze video ga ik je laten zien hoe je zelf een gratis kassasysteem kan opzetten. Ik ga je ook de voordelen laten zien van dit systeem ten opzichte van wat je nu gebruikt of wat je van plan bent om te gaan gebruiken. Mocht je vragen hierover hebben of loop je ergens tegenaan, snap je iets niet, neem gerust contact met mij op. Zullen we maar eens beginnen? Allereerst is het belangrijk om vast te stellen van wat is. Je hebt altijd als eerste een kassasysteem nodig voor jouw winkel. Vervolgens heb je een boekhoudsysteem nodig en een boekhouder. En vaak gaat het meestal zo dat, zullen we dit kassa noemen, administratie. En hier zetten we boekhouder. De boekhouder heb je meestal nodig om aangifte voor jou te doen. En voor een kassasysteem betaal je al snel tussen de 50 euro en 4000 euro. Ligt eraan welke kassa je nodig hebt. En daarnaast heb je ook voor administratie, ligt eraan welke systeem je gebruikt. Dat betaal je ongeveer volgens mij 250 euro per jaar of zo. Ongeveer de prijs. En daarnaast betaal je ook de boekhouder om je administratie te doen. Dus met andere woorden, je betaalt de boekhouder per uur 59 euro om werkzaamheden voor jou te verrichten. Dus met andere woorden, je bent best wel veel geld kwijt voor het bijhouden van je administratie en ook jouw kassa. En dat is een grote investering. Maar het kan anders in 2019. Ik ga je niet laten zien hoe. Het is mogelijk om deze drie allemaal in één te krijgen. Je hebt een aanbieder, iZetto. Ze zijn geen sponsor mee of wat dan ook. Voor mij gaat het meer om van, als er een systeem is dat jouw manier van werken beter kan maken, waarom zou jij geen gebruik van maken? Dus daarom raad ik dit product gewoon aan, want het werkt goed. Kijk, iZetto is een financiële dienstinstelling. Die heeft het product op de markt gebracht. En ik weet zeker dat het product veel winkeliers kan helpen geld besparen, maar ook actief handelen. Dus iZetto heeft een kassasysteem dat gratis is. Ja, het is gratis. Dus met andere woorden, hier moet je 0 euro voor betalen. Administratie bijhouden. Je kan hun systeem koppelen aan de administratie van Visma. Dat is ook een andere instelling. Zij sponsoren mij niet of wat dan ook. Maar het gaat mij meer om van hoe je dit in jouw voordeel kan gebruiken. Je kan hun systeem koppelen aan Visma. En volgens alles wat je hier invoert, wordt automatisch ingevoerd in jouw administratie bij Visma. Voor Visma betaal je maar, volgens mij 250 of 300 euro per jaar. En dat is 15 euro per maand. Dus je betaalt bij hun per jaar. En met dit bedrag, gekoppeld met iZetto, heb je een complete kassasysteem en administratie. Plus, met administratie van Visma laat je zien hoe je B2 moet aangeven. Dus met andere woorden, je hebt dit niet nodig. Dus met andere woorden, dit concept zorgt ervoor dat je deze drie dingen krijgt. Met twee systemen die gekoppeld zijn aan elkaar. En volgens mij kost de koppeling 10 euro. Dus je komt volgens mij 10 euro per maand. Dus dan kom je volgens mij op 370 per jaar. Betaal je uiteindelijk. Let op, het kassasysteem van iZetto is gratis. Als jij meer dingen erbij wilt hebben, dan moet je ervoor betalen. Maar het gratis gedeelte, daar kan je als winkelier al mee door. Ja, ik ga je nu laten zien wat het kassasysteem kost en wat iZetto precies is, zodat je een beeld hebt waarover ik het heb. Als ik bij Google ben en ik typ kassasysteem prijzen, zoals je hier kan zien, vind je kassasysteem. Naast dit bedrag voor het kassasysteem moet je kassasysteem ook koppelen aan je administratie. Dat heeft dit bijvoorbeeld niet. En hetzelfde geldt voor die andere. En dat mis je nog wel. Kijk, bijvoorbeeld als je naar iZetto gaat. Dan zie je dat je hun product kan gebruiken voor deze verschillende ondernemingen. Je kan het ook gebruiken voor je winkel. En je ziet verschillende dingen. En als je kijkt naar de prijsstelling bij iZetto, het is gratis. Als je gebruik maakt van hun cardreader, dus met andere woorden aan pinbetalingen of wat dan ook, dan pas moet je betalen. En dan betaal je 1,95%. En het ligt eraan hoe. Hier kan je het ongeveer berekenen, zeg maar. Hier zeggen ze het ook al. iZetto app is gratis. Telefonische ondersteuning is gratis. Of wat dan ook. Dus dit is handig. En heel veel mensen weten dat niet. En dat is jammer.
hoger je omzet is, dus met andere woorden, hoe meer wordt gepind via dit, hoe meer je moet betalen. Maar los van dat, je betaalt alleen maar 19 euro voor dit. Kijk, als je slim bent, dan hoef je dit niet te gebruiken. Laat je mensen cash betalen. Je zegt gewoon van, je kan met mij alleen maar cash betalen. En dan maak je steeds gebruik van het kassasysteem van iZettle. Dus met andere woorden, het is gratis. De app van iZettle kan je gebruiken op je telefoon en op jouw iPad. Dus dat is nogal handig. En het voordeel ervan is, als je medewerkers hebt, kan je account maken voor de medewerkers. En dan kan je hun een bepaalde toestemming geven bij de app. Met andere woorden, als een medewerker iets inslaat, dan zie je gelijk hoeveel omzet een medewerker per maand heeft gemaakt of wat dan ook. Dus het is best wel handig. En het is ook makkelijk, want de medewerker hoeft alleen maar zijn telefoon te gebruiken en dan kan hij gewoon bepaalde producten aanslaan. Dus zoals ik hier zie, zoals je net zag, de kassasystemen zijn nogal prijzig. iZettle is gratis. Je kan het gebruiken, alleen als je gebruik maakt van het PIN, dan moet je ervoor betalen. Dan betaal je 1,95% van de transactie. iZettle kan je vervolgens koppelen aan Visma. En hier doe je zeg maar je administratie. Zoals je hier kan zien betaal je 15 euro per maand. En dan kan je die twee aan elkaar koppelen. Maar je kan vervolgens iZettle koppelen aan Visma. En als je iZettle koppelt aan Visma, heb je gelijk je administratie. En Visma berekent automatisch jouw BTW. Je hebt alleen maar één keer in het jaar boekhouder nodig die alles gewoon kijkt. Maar verder heb je dat niet meer nodig. Dus zoals je hier kan zien, iZettle en Visma bespaart jouw kosten en je hebt lage investering en plus je hebt veel mogelijkheden met het systeem. Als je vragen hierover hebt of je loopt ergens tegenaan of je bent niet zeker van je zaak, maak gerust een afspraak met ons. Ik ga je nu laten zien hoe de app werkt. Zoals je hier kan zien heb ik de app gedownload. We drukken erop. Kom in het systeem. En als je in het systeem komt, zie je gelijk bij het menu wat de opties allemaal zijn. Bij mij heb ik de app in het Engels, want alles op mijn telefoon is in het Engels. Hopelijk heb je daar geen problemen mee. Zoals je hier kan zien bij Library, hier kan je jouw producten toevoegen. Ik ga je nu laten zien hoe je dat het beste kan doen. Je drukt gewoon op Edit, Pressure. En dan kan je vervolgens een product toevoegen of een kortingsbon. En in dit geval voegen we gewoon het product toe. Product en kortingsbon werken hetzelfde, alleen bij kortingsbon wordt het bedrag van jouw totale bedrag afgehaald. Ligt eraan hoe je het instelt. Stijfel, wij verkopen een flesje water. Dus water. Hier kunnen we de prijs invullen. Volgens 1 euro. En volgens drukken we save. Zoals je hier kan zien, zie je de producten. En water zit er ook bij. Zodra je hem hebt toegevoegd in jouw systeem, dan komt het automatisch in jouw kassasysteem. En dan kan je het gebruiken. Als je bij een klant bent, dan kan je gewoon op dat product drukken. Dus met andere woorden, wat de klant bestelt, kan je gelijk hier drukken en dan kan je gelijk volgens afrekenen. Ik ga je nu laten zien hoe. Stel je voor, iemand koopt een appel en water. Dus ze kopen twee producten. En dat is een totaalbedrag van 6 euro. Let op, elke bedrag dat je toevoegt in het systeem is inclusief BTW. Je kan aangeven of het 21% is of 6% in het systeem per product. Je drukt op charge. In Nederlands is het dan afrekenen. En je hebt dan twee keuzes, of card of cash. Card, heb je cardreader nodig zodat je jouw klanten kunnen pinnen. En cash, mensen betalen jouw cash en dan wordt het gelijk in het systeem verwerkt. Dus we drukken cash en stel je voor klant betaalt 10 euro. Dan krijgt hij vervolgens 4 euro terug. Change. Hier kan je je bonnetje gelijk mailen naar je klanten. Maar je kan het bonnetje ook gelijk sms'en naar je klanten. Dus je vult gewoon een e-mailadres in of je vult gewoon een telefoonnummer in. Of je hebt een printer en dan kan je het gelijk printen. Maar handig is gewoon alles digitaal te doen en dan zal het gewoon mailen naar je klanten. Je drukt op done. Zodra je op done drukt heb je alles afgeslagen. En ik ga nu laten zien hoe je alles in kan kijken. Dus bij reports. In Nederlands is het zeg maar verslagen of rapporten. Bij reports zie je bijvoorbeeld de transacties die zijn gebeurd per dag. En hier kan je het bijvoorbeeld zien.
En dit zijn alle transacties die ik heb toegevoegd. Je kan het ook per maand doen en dan gaan ze kijken welke transacties per maand. En hiermee krijg je een overzicht welke maand is het drugs bij jouw onderneming en welke maand is het niet druk. Dus dat is best wel handig om in te zien, die rapporten. Rapporten zijn belangrijk voor jou als onderneming. En wat handig is, is elke bonnetje dat je hebt weggegeven, kan je altijd nog terugzien in dit systeem. Kijk bijvoorbeeld daar. Zie je de producten die zijn aangeslagen en dan zie je ook de producten die zijn teruggebracht. Dus stel je voor iets is teruggebracht, kan je ook refunds doen en dan kan je dat gewoon hier aangeven. Dus dat zie je ook hier. Stel je voor een klant van jou wilt een custom order. Dus stel je voor het product kost €50. Dan vul je hier €50 in en dan kan je bij beschrijving in de Nederlandse versie, en hier in dit geval add description, kan je beschrijving van het product of dienst aangeven. In dit geval gaan we dat niet doen, maar ook weer hier kom je bij hetzelfde proces als bij het afrekenen als je het product hebt omschreven. Je drukt in dit geval charge en dan krijg je weer de optie card of cash. We kiezen in dit geval cash. En stel je voor de klant betaalt €75. Dan krijg je €25 terug. En dit kan dan ook weer, hier kan je de bonnetje per mail sturen of het via telefoon of je kan het printen. Als je een printer hebt, dan kan je het printen. Maar print is tegenwoordig niet meer nodig. Je drukt op done. En dat is afgerekend. En ook weer hier kan je transacties zien in jouw rapporten. En je kan hier alle bonnetjes weer terugzien. Dus voeg je producten gewoon hierbij toe of je diensten voeg het gewoon hier toe. Als je bij een klant bent, gebruik het dan ook en sla het ook dan op zodat je bonnetje kan geven aan je klant.